Dit is de Reza Müller Nevo, een hoogwaardige premium e-bike en het populairste model uit de stal van Reza Müller. De Nevo is een uiterst comfortabele fiets met een lage instap, zowel geschikt voor dames als voor heren. Deze e-bike is beschikbaar in twee versies, eentje die 25 km per uur haalt en eentje die ondersteuning krijgt tot 45 km per uur of de speed variant. Qua veilig weggedrag en comfort zit je safe. Dit wordt gegarandeerd door het robuuste en het stabiele frame, de instelbare luchtvork en de excellente parallelogram zadelpen. De Nevo is verkrijgbaar in drie types aandrijving. De Nevo Vario, de Nevo Touring en de Nevo Roll-Off. Dit is de Vario. Deze blinkt uit door de Gatestream en de Enviolo naversnelling. Deze twee vormen een bijzonder slijtvaste combinatie. Samen goed voor een bereik van 10.000 tot 15.000 kilometer. Naast de Vario is er ook de Touring variant, met de traditionele derailleur en ketting. Omwille van hun ruim bereik kan deze zeer licht en zwaar schakelen. De derailleurversnelling is dan ook vooral geschikt voor heuvelachtig en bergachtig gebied. Ten slotte is er ook nog de Roll-Off variant, met de Gatestream en de onevenaarbare, elektronisch geschakelde, 14 standen roll-off naversnelling. Verder de meest efficiënte en kwalitatieve naversnelling. En niet onbelangrijk, zeer onderhoudsvriendelijk. Al deze versies zijn uitgerust met een krachtige Bosch Performance CX motor met 85 Nm koppel. De Nevo heeft drie accu-opties. De 500 wattuur, de 625 wattuur en de 1125 wattuur accu. De eerste twee zitten netjes verwerkt in het frame en zijn gemakkelijk uitneembaar. De laatste, de 1125 wattuur, combineert een 625 wattuur in de schuine buis en de 500 wattuur in de pakdrager. Dit zorgt voor een hoge actieradius, vooral interessant voor de speed of de 45 km per uur variant. Naast de keuze uit de drie aandrijvingen en de accucapaciteit kan men alle Nevo-modellen configureren naar zijn persoonlijke smaak. Men kan bijvoorbeeld kiezen uit de drie displays, drie framekleuren, drie profielbanden enzovoort. De Reza Müller ligt in vergelijking met andere e-bike-merken in een hogere prijsklasse. Maar daar krijg je heel wat voor terug. Het is een investering op lange termijn. Instappen kan vanaf €4.600 voor de Touring. De Vario start vanaf €5.000 en de Roll-Off vanaf €7.000. Heb je nog vragen of heb je gewoon zin om deze fiets vrijblijvend uit te proberen in onze winkel? Altijd welkom.